JNP Ten Haven hebben voor de uitbreiding van de productie gekozen voor het Walking Plant System. Met het Walking Plant System wordt door vaker weide zetten in combinatie met de snellere groei een zeer hoge productie per vierkante meter behaald. Op deze kwekerij zijn een aantal nieuwe toepassingen geïntegreerd, zoals de schoonmaakshuttle en de mogelijkheid tot camera sorteren tijdens het weide zetten. Het systeem wordt gebruikt voor meerdere teelten en potmaten. Nadat ze zijn opgepot, worden de planten door de shuttle automatisch in een goot weggezet. De schoonmaakshuttle kan worden ingezet om de goten volautomatisch te ontsmetten. Zowel de goot als de gordel wordt tijdens dit proces gereinigd. Gedurende de teelt worden de planten vaak weider gezet. Het is niet ongebruikelijk dat planten iedere 2 weken worden weider gezet. Hierdoor neemt de productie per vierkante meter sterk toe. Tijdens het weiderzetten kunnen de planten middels een eenvoudig camerasysteem zowel op hoogte als volume worden beoordeeld. Hierdoor wordt een nog hogere uniformiteit gecreëerd. Doordat alle handelingen in de kwekerij plaatsvinden, is er geen noodzaak voor een grote bedrijfsruimte en kan de teeltruimte worden gemaximaliseerd. Nadat de planten volgroeid zijn, wandelen deze automatisch richting het Plant Order System om te worden afgeleverd. WPS Horti Systems kan samen met u eenvoudig uitrekenen hoeveel rendement er in uw situatie te behalen is met het Walking Plant System. Vaak is er sprake van een dusdanig grote meerproductie dat het als enige teeltsysteem in aanmerking komt voor de energie-investeringsaftrek.